Ons is opgewonden en dankbaar voor een nieuwe week. Kom ons kyk wat jij moet weten. Volgende week 7 mei keer ons erediensttye weer terug naar normaal met eredienste om 8:00 en om 9:45 in die kerkruim. Ons online eredienst wordt om 8:00 op ons YouTube kanaal uitgesaai en kinderkerk wordt weer hervat. Die veranderde dienst sal weer om 5:00 plaasvind en Dieperdelf om 6:00. Op 2 juni om 7:00 die aand verwelkom ons vir Nathaniel, een heerlijke vertoning met splinternieuwe stories as ook muziek, immergroen en oorspronkelijk. Al die elementen uit Nathaniel's skatkis word saamgebring. Nathaniel deel die verhoog met Steinway pianist Charles Duplessis. Boeken en kalkoprodukte sal te koop wees. Kaartjies is beskikbaar op iTickets vanaf R180. Sop en Sherry sal beskikbaar wees teen R30. Ons volgende doopkursus is op 4, 11 en 18 mei. Kontak asseblief vir Dominee Margie van de Westhuizen of Alida Keet vir meer inlichting. Dagelijks word ons dier die realiteite van die lewe geconfronteer, wat ons harte aantas met klomp verskillende gevoelens. Wat zou ons harte nie alles vertel, as het zou kon praat nie, maar nou praat ons emoties namens ons hart. God wil ons harte gezond maak, zodat dit met oorvloed kan klop. Dominee Dani Vermaak begin 7 mei met een reeks van 6 weke, tijdens Dieperdelf, waar ons harte kan onderzoek. Ons hoop om jou daar te zien. Ons Afrika-erediensten begin weer zondagmiddag 7 mei om 2:00 in die kapel. Nooi gerus jou huis op. Die diensten word geleid door Taris Maloku, hy is die nieuwe pastorale werker voor ons huishulpe en sy thema vir my is Stepping in the Light of God. Kontak om gerus vir meer inlichting. Ons is dankbaar voor die belangrijke rol wat huiswerkers in ons gemeenschap en familie speel. Met opgewondenheid beplan ons een speciale middag voor alle huishulpe die 20 mei om 11:30 in die Oinos en Artos saal. Sandile Mnisi gaan een boodskap van hoop deel en daar sal een SASSA-consultant wees om vrae te beantwoord. Vertel asseblief vir jou huishulp van hierdie geleentheid. RSVP teen 15 mei by Tanya van der Merwe. Liewe gemeente, ons wil net vir julle elkeen baie dankie sê. Dankie vir al julle ondersteuning en harde werk van Vrydag aand se nagmark en refensie vertoning wat 'n groot sukses was, na Saterdagoggend se preddraf, pannekoekbak, by al die stalletjies werk en natuurlik vir al julle skenkings wat julle vir ons gegee het en vir Sondag se heerlike feesdiens. Dankie dat julle julle familie en julle bure en julle vriende saamgebring het om dit regtig 'n gemeenskap fees te maak. Ons wil ook sê dankie vir die borge wat sekere items ook vir ons geborg het. En ons wil ook sê dankie vir die Here dat hy ons beskerm het oor die naweek en dat dit regtig ongelooflike weer was en dat ons kon saam kuier. Soveel mense getuig van die atmosfeer, die positiewe atmosfeer wat hulle van ons gemeente beleef het en elkeen van julle het 'n aandeel daarin gehad. Ons gaan sodra ons die finale syfers het, sal ons dit ook vir julle gee om weer eens dankie te sê ook daarvoor. Ons sien al klaar uit na volgende jaar se fees saam met elkeen van julle. Dit is al vir eers, geniet die week.